Een van de grootste angsten van festivalorganisatoren is slecht weer. Pukkelpop 2011 werd opgeschrikt door extreem natuurgeweld. Grote hagelstenen, bliksem en een enorme valwind zorgden voor veel schade en zelfs dodelijke slachtoffers. Sinds deze ramp is weerbewaking op festivals door weerprofessionals enorm belangrijk gebleken. Maar helaas kwam dit voor de slachtoffers van 2011 te laat. Ik ben Joyce, ik ben 26 jaar. Ik ben bij Pukkelpop 2011 geweest met de heftige storm. Ik was met vrienden naar Pukkelpop en dat was eigenlijk heel gezellig. Skunk & Nancy was aan het optreden. Het was de hele dag heel mooi weer, echt warm, dus we gingen echt alle plekjes van de schaduw opzoeken. Ja, en toen op 3 tot 5 minuten veranderde het weer zo hard. Toen begon het te onweren. Dus, we stonden bij de legpaal in de buurt. Dus ik dacht van ja, onweer, legpaal, dat is niet goed. Toen zei ik van jongens, we moeten eigenlijk een stukje van die legpaal vandaan. Ja, en toen begon het eigenlijk los te gaan. De dag begon gewoon heel mooi. Warm, broeierig, echt een zomerdag. Temperatuur liep snel op. Maar dat was juist de voedingbodem voor die onweersbuien. Die ontstonden heel snel, heel plotseling kwamen die stapelwolken tot ontwikkeling. En die wisten ook in een mum van tijd uit te groeien tot felle onweersbuien. Eigenlijk is het zo dat de energie die in een bui gaat, in zo'n stapelwolk, zo'n bloemkoolwolk, ja, dat moet er ook weer uit. En dat gebeurt nog wel eens vaak dan heel geconcentreerd. Een soort van trechter met regen en wind en hagel. Wat in één keer naar beneden komt vallen. Ja, en dat gaat met zo'n kracht. En ja, dat noemen we de downburst. Dat onweer kwam van allerlei kanten. Het was zo raar om te zien. Zulke takken van zo groot vlogen door de wind. Echt op het terrein. Ja, en toen begon de paniek te ontstaan. Iedereen duwde elkaar. Dus ik werd op de grond geduwd. En ze hadden het niet echt door dat ik niet meerende. Ik ben door iemand, ik weet niet door wie, opgetild. Van kom, ja, je mag niet blijven liggen. En toen ben ik naar een tent gerend, de Proximus tent. En ik dacht, ja, dat is wel veilig, want er waren hagelstenen, ja, zo, ik denk 10 centimeter was het niet normaal. En dan in één keer, ja, ik hoor gegil, nog harder. En toen ineens, was het zwart. Zo'n valwind, zo'n downburst, dat ja, lijkt toch ook wel een beetje erop alsof er een gordijn met regen en hagel echt op je afkomt. Maar die draaiing, zoals bij een tornado, dat was er niet. Maar vergis je niet, bij dit type buien, met dit soort downburst-achtige verschijnselen, krijg je qua schade bijna hetzelfde al als een bui waar een tornado bij zit. Net iets minder, maar het scheelt niet veel. De lichtbalk, zeg maar, het frame waar het is opgebouwd, knalde op mijn hoofd. Ik was direct oud. En toen werd ik wakker. En daarna, toen zei mijn beste vriend van Joyce, je bloedt. De verpleegkundigen kwamen gelijk op mij af. En bleek dat mijn hoofd helemaal open lag tot mijn schedel. 12 centimeter ongeveer groot. Ze belde mijn moeder. En ik weet nog dat er werd gezegd van je moet nu richting deze kant komen. Want je dochter is zwaar gewond en we weten niet of ze het nog gaan redden. De ervaring heeft geleerd dat na Pukkelpop steeds meer festivalorganisaties het weer als een belangrijke factor hebben meegenomen in hun hele bedrijfsvoering. Hè. Dus je kunt het weer niet veranderen, maar je kunt er wel rekening mee houden. Dus veel meer festivalorganisaties hebben protocollen opgericht. Wat te doen bij onweer, wat te doen bij veel wind. En dat is iets wat voor Pukkelpop weinig of bijna niet werd toegepast. Dan besef je pas na een paar dagen van, oh wauw, wat is er gebeurd? Dit is niet normaal meer wat er is gebeurd. Ik heb heel veel geluk gehad.